Nou, we staan hier in het gemeentehuis met Johan Bouwman. Johan Bouwman is wijkagent in de gemeente Nunspeet. Johan, kun je uitleggen wat wij hier vanavond gaan doen? We gaan vanavond een witte voetjesactie houden. Dat is eigenlijk een actie om te kijken van waar hebben mensen een steekje laten vallen met betrekking tot de beveiliging van hun woning of schuur of eigendom. Waar wij een woning binnen kunnen komen of een schuur, daar laten wij een wit voetje actie, een wit voetje achter. En daarop staat eigenlijk van hallo, hier had ook een inbreker kunnen staan. Nou, ik denk dat we gaan starten. We gaan eens even die kant op lopen. En wat is de aanleiding hiervan? Worden hier zoveel inbraken gepleegd dan? Nou, vorig jaar, begin dit jaar hadden we best wel een aantal woninginbraken, een heel aantal. Maar wij willen niet altijd achteraf bij de woninginbraken gaan zitten. En dit is ook een actie om eigenlijk vooraf te gaan zitten en de mensen bewust te maken van het feit waarin ze wat hebben laten liggen. En dat alleen maar om woninginbraken te voorkomen. Ja. Nou, deze actie is in Nunspeet nog niet heel vaak gehouden. Dus daar kan ik ook niet zeggen of dat impact heeft. In de omliggende gemeentes is het wel geweest. En we horen daar best positieve verhalen over. Dat mensen toch een stukje bewust worden van, daar had ik even niet aan gedacht. Of goed, bedankt voor de tip en die nemen dat mee. En ja, op die manier, ja, we moeten toch levend houden dit onderwerp. En dat mensen toch steeds bewust maken. Want je weet zelf wel dat iets, dat je zegt, oh ja, dat is ook zo. Maar na een poosje wordt dat toch weer minder. En op deze manier hou je dit toch levend. En ja, maak je mensen ook steeds meer weer bewust van deze punten. Voor de rest is de woning heel donker. Dan kun je de schuur eigenlijk zo inkomen. Op hier leggen we weer een voetstap neer. Kijk, op hier kun je gewoon binnenkomen. Dat is heel veel waarde. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Johan Bouwman, ik ben de wijkagent hier. Ja. En wij zijn net even bij u in de achtertuin geweest. Waarom wij hier zijn? Ja. We zijn bezig met tips gaan geven over inbraak bij mensen. Nu is de schuur allemaal openstaan achter. De schutting nu staat open. Ja, die schutting die moet ik open laten. Ja, nu komen ze morgen niet natuurlijk, maar die moet je open laten voor die werkzaamheden hier. Dus daarom laat ik hem eigenlijk s'avonds open, want hun zijn s'morgens al hartstikke. Maar de schuren stonden ook open. Ja, die schuren. Ja. Er staat nog een fiets binnen. Nou ja, ik denk altijd maar zo van, het valt wel mee. Ja, maar het valt niet mee, want we hebben best veel inbraak gehad hier. Ja? Ja. Oké. Met fietsen. Ik ga ook alles meenemen. Zet het even op. Nou, we zijn nu een tijdje onderweg. Wat valt je tot nu toe op? Dat er toch nog best wel wat schuren openstaan en wat schuttingdeuren open zijn. En dat mensen wel gewoon in de woonkamer zitten, maar dat je eigenlijk gewoon in de achtertuin rond kunt lopen zonder dat mensen het doorhebben. Mensen hun fietsen gewoon hebben staan die niet op slot staan, die je dan gewoon mee kunt nemen. Wij laten nu een kaartje achter in de vorm van een wit voetje, waarop staat van hier had de inbreker kunnen staan. Maar de inbreker laat niks achter en die gaat weer weg. Dubbelslot nog. Wat ik toch ook al zie is nog vrij veel woningen die echt helemaal donker zijn. De woningen hier achter ons, daar ben ik ook even. De schuttingdeur zat dan wel op slot, heel klein slotje erop. Ja, heel eenvoudig kon ik via een hekje en de schutting eigenlijk in de achtertuin klimmen. En heb ik daar even een wit voetje neergelegd bij de achterdeur. Ja, het was zo'n ideale woning, het was helemaal donker. Daar had de inbreker minuten langs de gang kunnen gaan en dan rustig naar binnen kunnen gaan. Ja, moet kijken wat voor slotje voor een inbraak. Die is zo afgebroken, de cilinder. Deze fiets kunnen we meenemen, kinderfiets, kinderwagen. Nou, er is zojuist bij u ingebroken. Wat vindt u ervan? Stomme actie van mij om de deur open te laten staan. De schuttingdeur. Ja, u zei dat er al een keer is ingebroken bij u. Waarom heeft u sindsdien geen maatregelen genomen? Ik heb op het huis goede sloten, die zitten altijd op slot. Maar de schuurdeur en de poortdeur staan niet zijn niet op slot. Dus. Heeft u wel eens over nagedacht van misschien dat ze de schuur ook wel eens leegtrekken? Of is dat toch minder belangrijk dan? Er staat niet zoveel van waarde in. Oké, maar bent u nu wel van plan nu er een wit voetje, tenminste een voetje is gebracht om dit aan te passen? Ja, ga ik erop letten. Ja, nee.
De rest van de dag zit hij gewoon dicht, maar s'avonds staat hij meestal open. Want dan is het hier vrije inval van, dan gaat hij weer weg, dan gaat hij weer weg, dus. Wat vindt u van deze actie van de politie? Ik vind het een goede actie, ja, absoluut. En waarom? Omdat ik nou alweer de oogjes open heb om de deur dicht te doen. En er staat er een achter me, die roept het al een jaar lang, dus die heeft nou ook... Werk aan de winkel. Nou, werk aan de winkel, ja, dat klopt. Wij zijn in uw schuur wezen kijken vanavond. Een schuur? Ja, daar hebben we gekeken. Niet het slot. Niet slot. Nee. Niet slot. Nee. Hij was open. Open, ja. Ja. Wat een probleem. Ja, wat een probleem. S'avonds moet sluiten. Sloten, ja. Ja. Oké. Ja? Oké. Begrijpt u dat? Oké, dat eerste jaar hier uit Syrië. Oké. Oké, maar andere mensen sloten, komen stelen de fiets van de kinderen. Ja, ja, oké. Ja? Sloten, hè? Op de sloten. Gesloten, oké. Ja? Oké. Fijne avond. We zijn net terug uit wijk. Wat zijn je conclusies voor nu? Nou, de conclusie voor nu is dat, dat we toch op een aantal achtertuinen zijn geweest, binnenplaatsen. Dat de mensen toch hun deuren niet hadden afgesloten. Ik heb toch ook wel heel veel goede dingen gezien, toch ook wel heel veel deuren die wel afgesloten waren. Dus laten we gewoon met het goede beginnen, dat er zijn mensen die hebben het heel goed voor elkaar. En die zie je die er echt bewust mee bezig zijn geweest. En je hebt een aantal mensen, die zie je, die zijn er niet bewust mee bezig geweest. Heel veel donkere woningen. Ja, wij gaan nu niet breken en openmaken, maar er zijn natuurlijk heel veel punten geweest waarop zat even de tijd hadden gehad om in de achtertuin een ruitje eruit te halen of een deur open te breken. En we hebben ook sloten gezien, echt die heel slecht van kwaliteit zijn. Ja, dat is natuurlijk, daar ben je zo binnen. Daar hoeft een inbreker niet heel veel tijd voor te nemen. Ik zou zeggen, kijk nog eens goed naar hoe de situatie is bij u thuis. Hoe zijn de sloten? Hoe is de boel beveiligd achter? Heeft u een schuttingdeur? Zit er een slot op? En wat voor slot zit erop? Is die altijd afgesloten? Kunnen de mensen makkelijk bij u in de achtertuin komen? Heeft u de containers bij de schutting staan of bij de achterpoort om eroverheen te klimmen? En zorg ook gewoon dat je schuren ook afgesloten hebt. Dat de fietsen niet zomaar meegenomen kunnen worden. Maar vooral voor woningen en inbraken denk ik toch, laat even wat licht achter. Laat zien dat het een bewoonbare woning is. Want we hebben vanavond door de wijk gelopen. Ja, er zijn heel veel woningen waarin we in één oogopslag kunnen gezien. Oh, daar is dus niemand thuis. Dus laat een bewoonde indruk achter. Dat is eigenlijk een van de grootste tips die ik wil geven. En wat is de rol van de buren in dit geval? Ja, ik denk dat we heel veel binnenplaatsen zijn geweest, bij heel veel achterdeuren hebben gevoeld, door steegjes hebben gelopen. Waarvan ik me afvraag, heeft de buurt überhaupt wat gezien toen de lamp aanging bij de buren? Of hebben ze erop gereageerd? Dus ook voor buren, hou het in de gaten. Hè. Zijn nu buren weg? Een tip bijvoorbeeld van, wij zijn vanavond weg, willen jullie eens een oogje in het cel houden als je thuis bent? Dat hoeft niet veel te zijn, maar dan kan de buurman toch af en toe misschien even kijken of zo, dat toch wat extra ogen hebt. Dus ik zou zeggen, houd uw ogen open als de hond het uitlaat. Ja, zeker. Ja, ik bel 112. Ja, ga ik doen. Nou, goed. De honden zien we van waar ze nog. Ja, ja, de hond. Ja. Hartstikke mooi. Fijne avond. Martin, je bent vanavond mee geweest. Wat vond je ervan? Ja, het was voor mij een hele nieuwe ervaring. Eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt. En ik ben onder de indruk van datgene wat zeker de wijkagenten en handhavers het eigenlijk ook allemaal gedaan hebben met elkaar. En ik vind het gewoon heel mooi om te zien wat ze allemaal voor de inwoners betekenen. Waarom vond je het belangrijk om mee te gaan? Nou, gewoon kijken wat doen wijkagenten nu. Er wordt vaak over wijkagenten gesproken en de taken die ze hebben. En je hoort vaak van inwoners, ja, we zien ze nooit, dat weet ik allemaal meer. Je weet dus gewoon uiteindelijk nu dat de werkelijkheid anders is. En het is gewoon heel goed om daar kennis van te nemen en te zien wat voor mooi werk ze allemaal doen. En wat is dan uw conclusie van deze avond? Nou, wat mij echt opviel is dat, zeker als het gaat om de situaties van schuurtjes en schuttingen en dergelijke die niet afgesloten zijn, hoe makkelijk mensen het maken om toch makkelijk schuurtjes binnen te komen en spulletjes te ontvreemden en dergelijke allemaal. Huizen die totaal niet verlicht zijn en zo. Dat soort vele situaties, ja, daar kunnen mensen heel makkelijk zelf wat aan doen. Dus het gaat wel echt om bewustwording en dat verbaasde me wel dat zoveel voorkomt. Wat een samenwerking.